toekomst gaat een stukje daarover van hoe kunnen wij samen, met iedereen trouwens, een inclusieve samenleving, oplossingen bedenken zodat niet alleen wij zelf, maar ook onze kinderen en kleinkinderen het nog goed hebben. Ik denk dat wij de toekomst van onze planeet aan het maken zijn. En de keuzes die we vandaag maken, en je ziet heel veel gebeuren in de actualiteit vandaag, maar de keuzes die we vandaag maken zullen de toekomst van de generaties na ons heel sterk bepalen. We kunnen niet meer doen als zijnde, ook wij als sociale beweging, van ja, dat is klimaat, dat heeft niks met sociaal te maken. Nee, het is in iedereen zijn leven, in heel de samenleving, in alle domeinen, heeft het zijn impact en gaat het zijn impact hebben. En moeten we daar nu al naar handelen? En wij willen ook meewerken aan die toekomst, maar alleen iedere laten we zeggen, stakeholder alleen kan dat niet. En daarom is het zo belangrijk dat we ook in een samenwerking komen, op een platform zijn gekomen om samen aan die toekomst te werken. Het gaat allemaal niet veranderen door tegen de steenkoolindustrie en al die tegenkrachten te gaan, maar door voorwaarts te gaan met diegenen die voorwaarts willen gaan. Er zijn genoeg krachten die positief beginnen naar de duurzaamheidsweg te gaan. En eens dat die bal aan het rollen gaat, dan gaat het misschien wel onvoorstelbaar snel gaan. Ik denk dat het unieke van de BBL is om een heel heldere stem te zijn voor, om te zeggen waar dat het om gaat. Ja. Dus echt de vinger aan de pols houden als netwerkorganisatie, denk ik superbelangrijk om enerzijds de informatie die binnenkomt ook te verspreiden naar die andere organisaties. Want we hebben elkaar nodig. Ik vind dat zij echt ook wel die taak hebben om een aantal ambities zeer scherp te stellen en ons daar ook dat wat in wakker te houden. En dan is het maar aan ons om samen met anderen die ambities mee te realiseren. Kruisbestuiving, daarvoor in staan. Zorgen dat een netwerk dat samen beweging maakt en neuzen in bepaalde richtingen helpt zetten en zaken laat oppikken bij elkaar. Dat is heel belangrijk dat BBL dat blijft doen.